En ik heb de lamp niet gevonden die ik zocht. Ja, verdrietig van ben geworden. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben net wakker. Ik heb net al lekker even gedoucht, mijn haar in een strakke staart gedaan en mezelf omgekleed in mijn meest chille kleding, want ik ga vandaag thuis werken. Geen make-up op gedaan, want ik hoef dus niks te doen vandaag, niet buiten de deur in ieder geval. En ik hoef ook niet te filmen, dus ik heb het gewoon lekker zo gelaten. Want ik ga me vandaag volledig focussen op het editen van video's, mijn mails beantwoorden en een beetje vooruitwerken voor vakantie. Want we gaan al bijna, dus dat is stress op het laatste moment altijd bij ons. Ik heb nu nog even de tijd, maar dat gaat helemaal goed komen. Mijn huid is trouwens ook best wel onrustig. Dat hebben jullie ook kunnen zien in mijn vorige vlogs. En vandaar dat het ook wel goed is dat ik het even laat ademen nu vandaag. Ik heb nog niet gegeten, dus ik ga eerst even ontbijt klaarmaken. En dan kan ik zo meteen gaan beginnen met werken. Ik denk dat ik iets van een kwark of zo ga maken. Of misschien een broodje. Daar heb ik ook wel zin in. Ik heb van dat zuurdesembrood. Oh, hier is het. Van de Jumbo. Zuur bio. Deze speldbol, dat is het. Super lekker. Ik ben echt aan het experimenteren met verschillende soorten brood en zo die dan wel gezond zijn. En dit is er één van. Ik heb nog meer favorieten hoor, maar dit is sowieso eentje die ik lekker vind. En ik had trouwens net een pakketje binnengekregen. Die was per courier gebracht. En dit is met een boek van Cosmos, een uitgeverij. En hier staat meer dan 100 sapjes, smoothies en drankjes gezond en lekker voor het hele gezin. En dan hebben ze dit zeg maar verpakt met zakjes babyspinazie, een komkommer, een peer. Ik weet niet wat dat is. En dat is gember, citroen, peterselie, echt van alles en nog wat zit hierin. En ik vond het wel heel origineel dat ze dat dan bij zo'n boek doen. Ik ga het zo even openmaken en dan laat ik jullie wel even zien hoe dat boek eruit ziet. Want ik heb geen idee wie dat is, die meneer die op de voorkant staat. Maar we gaan het zo zien. Ik ben even door dat boek aan het bladeren die ik dus heb binnengekregen. En er staan echt super veel lekkere smoothie recepten en sappen en zo in. En dit is dus van de sapman Andrew Cooper. Ik heb echt nog nooit van die meneer gehoord, maar het is in ieder geval een geweldig boek om te hebben voor dit soort sapjes. En er staan ook heel veel tips in en zo. Hoe je juice nog lekkerder wordt. Ik heb nog geen juiceapparaat. Ik denk dat ik die wel ga kopen. Want ja, het schijnt gewoon heel erg goed voor je te zijn om juices te drinken. Want smoothies die zijn tegenwoordig een beetje overrated, heb ik gehoord. Aangezien je dus al het fruit pureert en zo, wat helemaal niet goed is. Juice schijnt dan gewoon veel beter te zijn ook. Dus ik ga het gewoon een keertje uitproberen als ik zo'n apparaat heb. Je hebt hier ook detox en alles in staan. Echt van alles en nog wat. En ook gerechten. Dus dat is een heel tof boek. Ik ga er gewoon even doorheen kijken, een keer op mijn gemak. En als ik er lekkere recepten uithaal, dan zal ik het wel in een vlog of zo laten zien. Of in een What I Eat Today. Want dat vonden jullie ook heel erg leuk om te zien. Laatst begreep ik uit de comments. Dus dat is het boek Sapman Juicy van Andrew Cooper. Superleuk. Mijn ontbijtje voor vandaag. Ik heb net zuurdesembrood besmeerd met pindakaas. En dan heb ik hier een kiwi gold gesneden. Die ga ik zo lekker uitlepelen met dit lepeltje. En ik ga even drinken klaarmaken. En vandaag neem ik weer Slimpy Go geel fruit. 0% suiker, 0% calorieën. En glutenvrij. Die gaat nu in mijn glas met water. Super lekker. Eén spuitje thee. Sowieso moet je 's ochtends echt veel water drinken. Ik drink meestal echt 2 glazen als ik net wakker ben. Met dit dus, zonder suiker. En soms ook gewoon water hierna. Dus dat ik dit als eerste neem en daarna een glas water. Dus dit ga ik nu lekker opeten. Ik heb trouwens haarlak gedaan in mijn haar om het echt strak te krijgen, mijn staart. Maar volgens mij zijn er nog wel meerdere manieren om een goede strakke staart te krijgen. Zonder dat die bakkenbaardjes steeds naar voren vallen. Want dat is bij mij altijd het geval. Kijk, je ziet ze hier alweer. Dit plukje. En daar heb ik er dus meerdere van. En die vallen altijd naar voren. Dus terwijl ik dat niet wil. Dus als je nog iets weet waardoor je haar gewoon lekker strak naar achter blijft. Zonder dat het er viezig uitziet. Want ik vind haarlak snel al vies eruit zien of zo op je hoofd. Maar laat het gewoon even weten. Ik vind alle tips altijd handig van jullie. Dus let me know. Ik ben in ieder geval heel erg geïrriteerd als ik hier weer zo'n plukje naar voren zie komen. Het is zo vervelend. Wil je gewoon lekker een strakke staart in en dan komt hij weer. Ja, kijk. Hallo. Ik heb net mijn to-do-list gemaakt. Voordat ik op vakantie ga, moet ik dit allemaal af hebben. Dus
Ja, ik ga mijn best doen. Veel vooruit werken. Want ik wil zeg maar gewoon op vakantie 2 weken vooruit gewerkt hebben. Zodat ik daar niks hoef te doen. Dus dat ik gewoon echt vakantie kan gaan vieren. Niet dat ik daar nog naar uploadplekken moet gaan zoeken. Want ja, niet overal is het wifi goed. Dus ja, het wordt wikkelen deze dag. Maar ik ga ervan uit dat het moet lukken. Even lekker eten intussen. Ik zit nu in de auto. Ik heb net even een soort van pauze voor mezelf ingelast. Want ik heb continu op de computer gewerkt. Op een gegeven moment kreeg ik gewoon een beetje vierkante ogen ervan. Dus ik ga nu wel even de deur uit. Ik ga allereerst naar Leen Bakker. Daar had ik wat lampen gezien voor op onze nachtkastjes. Dus ik ga even kijken of ik ze in het echt ook mooi vind. En daarna ga ik nog even door naar mijn postbus. Die moet ik ook even leeghalen. Dus dat is de planning voor nu. Ik ben nu binnen bij Leen Bakker en ik heb de lamp niet gevonden die ik zocht, maar wel een andere, namelijk deze. En ik twijfel, ik vind hem wel heel tof omdat hij dus koperkleurig is, maar of dit zou staan, ik weet het niet. Hij is tof, dat sowieso, maar of het gaat staan in de slaapkamer is nog maar de vraag. Dus nee, ik ga hem niet halen. Ik ga gewoon even naar de Quantum nog. Ik ben nu bij Quantum en ik vind dit ook wel wat hebben. Zo'n stulp of stolp, hoe je dat ook wel noemt, met een lamp erin. Me likey. Hier heb je ook zo'n dingetje nog. Maar ik weet niet. Ik twijfel zo erg. Ik weet niet hoe het eruit komt te zien. Ik ben net weer thuis en ik ben gelijk even op bed gaan liggen. Want op het moment dat ik de deur opende beneden, toen werd ik ineens super emotioneel. En voelde ik me gewoon verdrietig of zo. En chagrijnig tegelijk. Toen ben ik naar boven gegaan en dacht ik, nou ik ga even liggen, want dit gaat niet goed. En ik denk dat dit een soort van, ja, mentale breakdown is van alles wat er nu op me afkomt. Ik ben natuurlijk met heel veel projecten bezig. Daarnaast gaan we binnenkort op vakantie, dus ik moet superveel vooruit werken. Wat ook een klein beetje stress met zich meebrengt. En daarnaast heb ik ook nog personal training. Dus het is voor mij allemaal denk ik nu een beetje te veel dat ik er gewoon ja, verdrietig van ben geworden. Net was ik echt gewoon in het huilen uitgebroken. En dacht ik, weet je, ik ga gewoon even lekker liggen. Het liefst ga ik nu series kijken en niks doen. Maar ja, ik ga denk ik gewoon even eten koken. Dan in bad of zo. Eigenlijk zou ik gaan sporten, maar ik heb mijn personal training net afgezegd. Ik zei van, joh, weet je, vandaag zit ik er echt even doorheen. En ja, zulke dagen heeft ieder mens gewoon wel eens. Vooral omdat het personal training is ook best wel zwaar. En daarnaast werk ik ook gewoon heel veel. En jullie zien natuurlijk maar 10 minuten van mijn dag. Maar wat ik daarnaast allemaal doe. En op vakantie ga ik trouwens wel gewoon vloggen. Maar ik wil nu zeg maar dan echt 2 weken vooruit werken. Zodat ik daar niet nog video's moet gaan editen en uploaden. Want dan ben ik ook bang dat het mislukt. Of dat de wifi niet goed is ofzo. Dus nou ja, goed. Mijn verdriet is al een klein beetje weg. Ik heb net even met mijn zus gebeld ook. En die heeft me een beetje gerustgesteld. Maar goed, ik ga nu even eten koken. Want ik heb best wel trek. En ik zal jullie zo meteen ook even laten zien wat ik heb gekocht. Uiteindelijk heb ik 2 lampen gehaald. 2 verschillende. Dus ja. Ons avondeten voor vandaag bestaat uit aardappels uit de oven, asperges en lekkere lamskoteletjes. Mmm. Deze hulk is net terug van sporten. Eet smakelijk, ziet er lekker uit. Eet smakelijk, ik krijg het alleen denk ik niet op. Dus jij moet mij helpen met het vlees. Geen probleem. Vind je niet erg, hè? Dit is de lamp die ik heb gekocht. Ik moest er in het begin een klein beetje aan wennen, omdat die, ja, best wel apart is. Ik heb ook die stolp meegenomen, maar die heb ik uiteindelijk weer in de auto gestopt. Die ga ik dan terugbrengen, want die vond ik niet zo heel erg leuk staan op het tafeltje en bij ons bed. Dus ik heb nu uiteindelijk voor deze gekozen. En ik vind hem wel heel erg stoer, omdat hij dus koperkleurig is. En dan heb je zo'n hele, ja, vintage-achtige lamp erin zitten. Ik weet niet of het te zien is op camera. Volgens mij wel. Ja, kijk, zo kan je het goed zien. En dan is de onderkant van hout. En ik vind het echt heel erg mooi staan bij ons nachtkastje. Die is trouwens dus ook nieuw. Die heb ik laatst met de zus van Deen aan elkaar gezet. Dit is een Hemmeles kastje van IKEA. Super handig. Er zit heel veel ruimte in de lades waar je wat dingetjes kwijt kunt. En ja, je hebt ook zeg maar een apart vakje die je erin kan doen. Maar die heb ik bij deze niet, bij de andere wel. Maar in ieder geval, ik zal de lamp even aanzetten. Hij is dus van Quantum trouwens. En ik vind dit gewoon zo gezellig. Wacht, hij wil niet focussen op de lamp. Maar ja, die lamp vind ik dus gewoon echt super leuk, dit ding. Het maakt het heel knus in de slaapkamer. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee.
Ik lig al lekker in bed. Het is gewoon nog licht buiten. Het is nu, om precies te zijn, 8:55. En ik werd net beneden op de bank een beetje suf. Dus ik dacht, ik ga gelijk even naar boven om te slapen. Dus ik ga de vlog van vandaag bij deze gelijk afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe dan je duimpje omhoog. En dan zien jullie mij gewoon morgen weer terug in een nieuwe video. Doei doeg!